Marco Schuitmaker, de volkszanger die een enorme hit scoorde met Engelbewaarder, heeft een aanbod gekregen om zijn eigen real-life soap te maken. Maar hij weet nog niet of hij daar wel zin in heeft. Vooral omdat zijn vriendin liever anoniem blijft. Dat vertelt hij aan Show News. Marco zegt dat hij en zijn vriendin er nog over moeten nadenken of ze hun privéleven willen delen met de kijkers. Misschien dat we het ooit eens doen, maar nu nog niet. Het is best wel een grote stap om je privacy op te geven. En dat doe je niet in je eentje. Daar moet je allebei achter staan. Volgens showbizkenner Evert Santegoets is de vriendin van Marco het grootste struikelblok. Ze is nog nooit in het openbaar verschenen. Ik heb ooit één foto van hen samen gezien. Dat was het. Ze heeft er helemaal geen behoefte aan om bekend te worden. Dus ik denk dat een real-life soap er niet in zit. Zijn collega Bart Ettekoven denkt dat Marco zijn vriendin probeert over te halen. Er zit natuurlijk wel een leuk bedrag aan vast. Dat is altijd verleidelijk. Evert vergelijkt de vriendin van Marco met die van André Rieu. Ze heet Marjorie Rieu en je ziet haar nooit. Ze houdt zich helemaal afzijdig. Toen wij voor het eerst over Marco schreven met zijn engelbewaarder, wilde hij ook niks kwijt over zijn vriendin. Maar later kreeg ik toch een foto te pakken. En die heb ik natuurlijk gepubliceerd.